Breda Nu. Je weet het meteen. Met een beetje verbeelding zie ik Zal Hangen, de leeuwinnen van Tom Klaassen. Meneer Klaassen, kunt u mij vertellen hoe u op dit ontwerp bent gekomen? De winkeliersvereniging vroeg naar een invulling van de rotonde hier op de kop van de Barinilaan. Het is de koninginnenbuurt, ze wilde iets met de oranjes. Ik had leeuwen in mijn oeuvre, dus ik dacht, laten we die koninginnen aanpakken en gebruiken. Kunt u mij zeggen wat de achterliggende gedachte van deze leeuwinnen is? Iedere koningin was wel een koningin, maar ook zijn eigen individu. Je had Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Maxima, de prinsessen. Allemaal koninginnen en prinsessen, maar ook allemaal mensen aan zich. En bent u blij met het eindresultaat? Uiteraard, het is een super project en met een super inzet van de winkeliers. Absoluut. Meneer Bastiaanse, kunt u mij vertellen hoe u bij Tom Klaas als kunstenaar bent gekomen? Nou, toen wij het idee hadden om een kunstwerk te gaan maken, zijn we met de gemeente in inspraak gekomen en kwamen op verschillende kunstenaars. En een eis eigenlijk van onszelf was dat we wilden per se een Bredaarse kunstenaar hebben. Omdat we zitten tot in Breda, willen daar ook de kosten verdienen en we zoeken een Bredaarse kunstenaar en we zochten iets met het Nassau gebeuren. Zo zijn we er eigenlijk bij gekomen. Waarom heeft u voor een kunstwerk gekozen? Nou, mijn doel was eigenlijk, ik wil dat als mensen straks naar Breda gaan, dat ze dan dit beeld op de foto hebben staan. Dus als je hebt Breda niet gezien, als je dit beeld niet op de foto hebt staan. Dat was mijn doel. En nou is deze week de crowdfunding gestart. Ja. Wat heeft u nou nog nodig van de mensen? Ja, wat we nodig hebben, we hebben in totaal bijna 100.000 euro nodig. En we zijn nu op 70.000 euro. Dus we hebben nog 30.000 euro nodig van de verschillende deelnemers. En we zijn nu net begonnen. We gaan eerst een paar weken kijken hoe het gaat. En dan gaan we straks gaan we actief op zoek naar mensen die willen bijdragen aan het kunstwerk. Bent u blij met het uiteindelijke resultaat? Ja. Ja, dus wat er op de leaflet staat, dat is allemaal nog zijn meer voorbeeldjes. Dit worden zeg maar de echte de miniatures van het echte werk wat komt te hangen in de paal. En dit zijn natuurlijk wel mooie dingen. Ik zie er allemaal voor me als straks het zonnetje erop staat in de zomer. Dan gaat het heel erg mooi blinken. Dat is wel echt een eyecatcher voor deze buurt.